Ja, Robert van Boksel, het zegt misschien wel iets over hoe het gaat met Sparta, dat op dit moment het grootste probleem is welke taart Kenny Thijssen mee heeft genomen. Nou, ik noem het niet zozeer een probleem, maar normaal is de regel zeg maar, dat je onze elftalleider Jaap Sneep aangeeft van graag een taart omdat ik jarig ben geweest. En Kenny Thijssen heeft nogal de tijd genomen en het was hoog nodig dat hij taart zou meenemen, alleen hij heeft het nu zelf meegenomen. Maar ik geloof dat de meningen behoorlijk verdeeld zijn erover. Ja. Jouw mening? Ik zou het niet op deze manier willen doen, nee. Dan hebben we dat duidelijk. Laten we het al over voetbal hebben. MVV, en jij lijkt wederom een basisplaats te gaan hebben in die wedstrijd, hè? Ja, klopt. We hebben net eigenlijk vanuit de situatie getraind en ik mag weer meedoen. Ja, lekker. Ja. Daar zag je in het begin van het seizoen niet naar uit. En dan je begon met een reserverol, hè? Dan is het eigenlijk toch wel vrij snel weer goed gekomen voor jou. Ja, enerzijds natuurlijk een beetje geluk met blessures van andere jongens die op mijn positie spelen. Anderzijds denk ik dat ik heb laten zien dat ik gewoon vol gas voor Sparta ben gegaan. En daarin ben ik op dit moment beloond en dat ben ik heel blij mee. Ja, vol gas voor Sparta blijven gaan zeg je. Is dat ook niet een gekke situatie geweest voor jou? Want Sparta heeft op een gegeven moment gecommuniceerd naar Van Boksel, die mag uitkijken naar een andere club. Hoe was dat voor jou? Ja, dat doet je pijn natuurlijk. Je wil ergens bij een club spelen waar je gewaardeerd wordt en waar je voor je gevoel op je plek zult zijn. Nou goed, ik heb dat moment met Leo Beenhakker besproken en toen heb ik gelijk tegen Leo gezegd van ik ga gewoon vol voor mijn kansen en als blijkt dat het niet voldoende is, dan moet het maar anders dan hoe de situatie is. Maar hij was daar positief over en hij gaf ook aan van natuurlijk, in principe iedereen krijgt een kans die bij Sparta onder contract staat. Dus ik ben frank en vrij aangesloten en natuurlijk in het begin hou je in je achterhoofd van het zou zomaar kunnen zijn dat je binnen een aantal weken ergens anders terechtkomt. Maar niet mee bezig geweest en uiteindelijk krijg ik zelfs te horen dat ik dat ze liever hebben dat ik zou blijven. Dus dat is alleen maar positief. En dan blijkt ook wel weer hoe snel het wat dat betreft kan gaan in de voetballerij. Ja, dat, wat ik net zeg, je moet af en toe een beetje geluk hebben en in dit geval is het geluk aan mij toebedeeld. Ja. Dan hebben jullie nu twee wedstrijden gespeeld, 6 punten. Vertrekt Mahi, een belangrijke pion in jullie ploeg. Denk je dat zijn vertrek ook direct een sportieve aderlating is? Direct natuurlijk wel, want het is een basisspeler en eentje die uit zichzelf heel veel kan creëren. Alleen ik denk als wij bijvoorbeeld Giovanni Hiwat bekijken, dan is dat gewoon een voor Jupiler begrip ook gewoon een topper. En dat is ook een jongen die het verschil kan maken. Dus dat is het mooie van Sparta op dit moment. Jonge, gretige jongens en ook jongens met niveau. Dus alleen maar mooi. Het Sparta van dit moment noem je. Vorig seizoen zijn we natuurlijk nog niet vergeten. In die zin dat er daar nogal wat misging. Nu lijkt er ook rondom die ploeg een hele andere sfeer te heersen. Voel jij dat ook zo van binnen die spelersgroep? Nou, ik kan natuurlijk alleen oordelen over het feit hoe het nu is. En nu heb ik gewoon het gevoel dat het lekker fris is. En de trainers mengen zich goed tussen de jongens, maar zitten er kort op wanneer nodig. En ik denk zeker met een jonge groep is dat wel van essentieel belang. En daarbij heb je natuurlijk met een Michel Breuer en een Johan Voskamp, mijn persoontje, heb je wat oudere jongens die dat proberen te bewaken. En ik denk dat het op dit moment heel goed gaat. Ja, en er wordt dan gezegd, de druk is ook wat minder groot. Ervaren jullie dat ook zo? Als ik kijk naar het eerste jaar dat ik hier zat, daar kan ik over oordelen, dan is de druk nu wel een stuk minder. En dat komt natuurlijk ook om het feit van, omdat ze jongens aangetrokken hebben waar de toekomst in zit en niet per definitie direct gepresteerd mee moet worden. Alleen je ziet wat een groep, tot welke hoogte een groep kan komen en dat blijkt nu. Ik denk dat we, als we gewoon morgen gewoon hetzelfde spelletje spelen en rustig blijven achterin, dan zie ik ons daar gewoon sowieso scoren. En dan denk ik dat we ook gewoon de 3 punten mee kunnen nemen. En dat helpt altijd mee natuurlijk met de sfeer en dat bepaalt ook hoe je de komende wedstrijden weer ingaat.